Elke vrijdag geef ik drie kanalen een shout-out. Welkom bij Shoutout Friday. Doei iedereen van Be Alive en welkom terug bij een nieuwe Shoutout Friday. In deze Shoutout Friday ga ik terug shoutouts geven naar drie kanalen. Al geef ik een onze abonnees. Ondertussen weer een beetje zakt in onze abonnees jammer. En ondertussen staan we aan de 654 abonnees. De 653 ondertussen, dus iedereen abonneren op mijn kanaal. Dus die abonnees moeten wel omhoog gaan. Wil je graag een shout-out in deze Shoutout Friday? Abonneer dan eventjes op mijn kanaal hier beneden. Geef een blauw duimpje omhoog en vergeet vooral het belletje naast de abonneerknop niet. En het eerste kanaal die ik een shout-out zal geven is namelijk Anouk. Anouk is een meisje die vlogs maakt. Ze maakt afvalvlogs en ze maakt random vlogs. Haar reisvlogs is momenteel nu upload wel zeer leuk om naar te kijken. Haar edits zijn leuk om te bekijken. Ze heeft nu momenteel iets van 46 abonnees. Ik zou zeggen van, ga even naar haar kanaal gaan checken. Want ze maakt zeer leuke video's. En help haar zeker naar die 50 abonnees op. Misschien wel naar de 100 op. Dus abonneer eventjes op haar kanaal. En het volgende kanaal dat je shout-out heeft is een kanaal weer eentje zoals mij. Namelijk Attractiefun. Attractiefun maakt video's over pretparken, kermissen, on-ride, off-rides. Dus een kanaal zoals ik over pretparken. Ga zeker zijn kanaal eens gaan checken. En geef hem die 50 abonnees. En het volgende kanaal dat je shout-out heeft is namelijk Rides Reviewer. Hij heeft ook een kanaal zoals ik, dus die on-rides, off-rides, beelden van pretparken maakt. En vooral ook beelden van de kermis maakt. Het is een zeer leuk kanaal om eens naartoe te gaan. Ga zeker zijn kanaal eens gaan bezoeken, want hij maakt zeer leuke video's. Zo, en dit was terug de Shoutout Friday voor deze week. En vond je het een leuke video? Geef hem al zeker al die duim omhoog. En laat een reactie naar wat je van deze video vindt. En als je zelf ook nog shoutout wil, vergeet dan niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En vergeet ook vooral het belletje naast de abonneerknop niet aan te drukken. En ik zie je terug in de volgende video.